Goedenavond, dames en heren, en welkom bij de 22e aflevering al van Play Sports. God vanavond met Geert de Vlieger en met record international van de Rode Duivels, Jan Vertonghen. 118 caps heeft hij al verzameld. Hè. En ja, daar ga je al een tijdje mee. En nu dus met z'n allen in lockdown. Geert de Vlieger nog altijd in Lebbeke. Ja. Ik thuis hier in Leefdaal. En Jan Vertonghen, Londen zeker? Londen, ja, klopt. Londen. Ja. Hoe is het daar? Zonnig. Ja, heel goed weer. En dat doet al veel, denk ik. Als het constant slecht weer zijn en regen, dan moeten we binnen zitten met de kinderen. Dus dat is ook niks. Dus we zijn heel veel buiten. En ja, de regels die leven we strikt na. Dus ik denk dat Sofie al 3 weken niet door de voordeur is geweest. Ik doe de boodschappen. Ik ben over het algemeen heel voorzichtig. Dus ik ben diegene die als er iets moet gebeuren dan naar buiten gaat. En de kindjes spelen in een tuin. Een tuin is niet heel groot, maar toch goed dat ze buiten kunnen. Ja. Boodschappen met mondkapje? Nee, ik heb geen mondkapje, maar ja, ik heb wel de handgel en alle andere benodigdheden. Maar ja, mondkapje, eerlijk gezegd, heb ik dat vandaag via een dokter besteld van de club. Dus dat is de volgende fase. Ja. Het wordt vanaf nu in België aangeraden, Jan. Dus je mag ervan op aan dat het binnen 14 dagen ook in Engeland zo zal zijn. Oké, dan ben ik nog op tijd. Jullie zitten inderdaad 2 weken achter, hè? Ja, 2 weken, dat zeggen ze inderdaad. Ja. 2 weken achter op Italië en Spanje, zijn ze, of zelfs op België en Nederland. Dus in ieder geval iets achter. En in principe zou dat een voordeel moeten zijn dat je wat kunt afkijken en zo. Maar ik weet niet of dat hier echt het geval is. Maar het is hier ook crisis natuurlijk. En hoe is het met de cijfers momenteel daar in Engeland? Ja, bij ons gaan ze nu echt wel dag na dag naar beneden. Hè? Het aantal overlijdens en de opnames. Ja, ik denk... Eerlijk gezegd, hè, ik ben heel erg gefocust op België en Nederland qua nieuws. Mijn vriendin is dan Nederlands, dus ik lees ook veel Nederlands nieuws en natuurlijk het Belgisch. En ik krijg minder mee van het Engelse nieuws eigenlijk. Maar ik denk dat nog altijd... ik heb het gevoel dat de piek nog niet helemaal bereikt is hier. Dat de regels nog altijd heel scherp zijn en dat er nog niet echt gedacht wordt aan versoepelen. Nee, heb je gisteren de toespraak van Rutte gevolgd? Ja, die heb ik gezien, ja. Dus Nederland heeft een andere benadering dan andere landen met de groepsimmuniteit natuurlijk. En in het begin was ik er ook sceptisch over, maar als je nu ziet, ze zijn eigenlijk een van de eerste landen die versoepelingen al kunnen doen. Scholen gaan over een paar weken open. Langs de andere kant ligt de competitie wel stil tot 1 september ook, hebben ze gezegd. Ja, daar zijn ze de voortrekker. Ja. Oké, in België was al een beslissing genomen door de Raad van Bestuur. Die moet nog bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering. Ja. Maar Nederland is nu wel eerst de overheid. De eerste overheid die zegt van we gaan niet meer voetballen tot eind augustus. Nee. En ik denk dat dat... Dat goed is. Hè. Ze zijn zeker van zichzelf, zoals Nederlanders ook altijd zijn. Maar, dat weten, maar op een goede manier, denk ik. En ik spreek veel met de mensen daar en die hebben er toch een goed gevoel bij. Het is raar, want vrienden van mij die lopen dan wel rond op straat. En, terwijl dat hier natuurlijk helemaal niet, of veel minder het geval is, en in België zeker. En dan, iedereen moet natuurlijk de maatregelen van zijn eigen overheid volgen. Maar het is raar dat er zoveel andere ideeën over zijn. Ja, vind je het dan ook niet vreemd en misschien contradictorisch dat ze in Nederland wat losser zijn, maar toch het voetbal hebben afgeschaft tot eind van de zomer? En in Engeland, daar zijn ze nog vast van plan om te spelen. Ja, ik denk dat de belangen ook anders zijn. Tuurlijk, in Nederland wordt er, net als in elke andere competitie, ook veel geld misgelopen. Maar in Engeland en Duitsland, Italië, Spanje, die competities, maar zeker Engeland, de financiële belangen zijn gewoon niet overzien. En ze zullen er alles aan doen om die competitie uit te spelen. Er wordt zelf al gesproken van de scheidsrechters, spelers en stafleden 5 weken in quarantaine te stoppen. Dus allemaal in een apart hotel. En dan, dat is een fijn vooruitzicht, hè? Ja, een mini-WK in Londen te houden. Maar ja, dat is... Ja, voor een familiemens is dat dramatisch. En, maar kijk, ik denk dat de familiemens niet veel te vertellen heeft en dat de... Ja, money talks, hè. Dus we zullen allemaal wel moeten volgen. En ik denk dat iedereen uiteindelijk de competitie wel wil afmaken, maar de gevolgen zullen er ook wel zijn, persoonlijk. En in lege stadions, Jan? Ja, ik denk dat ik één keer
als ik me niet vergis, een match met België in een leeg stadion heb gespeeld tegen Kroatië. Denk ik. Denk dat dat met België was. En, vroeger met België speelde we altijd bij een leeg stadion. Geert ook in zijn tijd. Ja. Het stadion was veel te groot voor ons. Dus dat gevoel kennen we al een beetje misschien. Nee, ik denk dat ik één keer heb gehad en dat is verschrikkelijk. Maar... ja, de competitie helemaal eruit gooien in Engeland, dan zijn de gevolgen nog veel erger. Dus we moeten naar het totaalplaatje kijken. Ja. Heb je al een idee wanneer die beslissing gaat vallen? Nee, echt totaal niet. Ik denk, als we de competitie willen afmaken, dat er in juni moet begonnen worden, begin juni. Dus dat wil zeggen dat we de laatste tweede week van mei, denk ik, terug moeten gaan in training. Dus over twee jaar, dat betekent dat er eigenlijk... te laatst in april een beslissing moet komen, denk ik dan. Dus iedereen traint natuurlijk. Hè. We hebben allemaal programma's die we moeten volgen. Dat zal bij alle clubs zo zijn, want vooralsnog moet je er gewoon vanuit gaan dat die competitie afgemaakt moet worden. En dat je zo fit mogelijk eigenlijk terug aan de training moet beginnen, zodat je de overbrugbare periode zo kort mogelijk is. Maar jullie komen altijd niet op de club om te trainen, want hier in België wordt ondertussen wel al op de club getraind in groepjes. Nee. Jullie doen dat niet. Ook omdat dat niet mag van de overheid en die regels moeten gevolgd worden. Dus wij bellen in op Zoom om 11 uur. En dan hebben we een training van een anderhalf uur. En we hebben allemaal materiaal thuis opgestuurd gekregen. En GPS-trackers en al die dingen. Dus ze kunnen ons heel goed volgen. En ik heb wel het gevoel dat iedereen dat ook heel serieus neemt. Dus dan heb je toch nog dat groepsgevoel. Maar je geniet ervan, zie ik, van die trainingen. Genieten. Kijk, die trainingen zijn natuurlijk heel beperkt, want je moet die eigenlijk bijna op een vierkante meter doen. Ja. Dus dat zijn heel veel oefeningen, en soms 80 minuten oefeningen, dat steekt enorm tegen. Mm-hmm. Maar er wordt de cardio kan ik allemaal doen op mijn racefiets. Dus dat compenseert. Op rollen dan? Ja, ik heb zo'n Zwift installatie hier thuis. Dus daar zit ik. Ben jij een fietser ook, Jan? Grote fiets van, dat weet ik. Ik ben een enorme koersfan. En ik denk dat elke topsporter altijd zegt van, ik kan elke sport. Dus ik op die fiets, ik voel me altijd heel comfortabel en goed. En, dus ik weet welke wattages dat ik ongeveer trap. En ik dacht van, ook ondanks dat bij die virtuele ronde van Vlaanderen zag ik dat ze dat het gemiddelde 430 was, denk ik. Ja, dus mijn gemiddelde zit ergens laag 200. Maar mijn vriendin had daar erop gezet. En die ging even aanzetten. En die kwam ook boven de 400 uit mijn sprint. Ik dacht, ik ben echt niet goed. ik neem mijzelf veel te serieus op de fiets. En ik zou daar wel graag heel serieus beginnen op. Dat heb ik altijd gezegd. Het eerste wat ik doe als ik mijn carrière stop, is me inschrijven in een koersbroekje. Op zo'n amateur zondag gaan fietsen. De wielertoeristen. Ja, maar ik ben natuurlijk ook veel te zwaar om serieuze fietser te zijn, denk ik. Ja. Ik zou heel graag dan later ook wel echt fietsvakanties doen en dat soort dingen. Maar ik denk dat de bergjes mij erop af zullen gooien. Maar veel trainen helpt, Jan. En 10 ronden langs een dijk vertrekken, heb je altijd goede... Ja, dat is waar. Hè. Je hebt genoeg fietsroutes daar langs de dijk. En dat zijn fantastische fietsen. Dat is volgens mij waar dat Van Avermaat en... wat is het? Parelvissers zijn dat zeker? Ja, de parelvissers, ja. Ja, waar dat die altijd gaan fietsen ook. Dus ik ben een enorme koersfan. Maar ik kan er echt niks van, denk ik. Maar ik doe het wel graag. En dat is het belangrijkste. Maar Geert ook niet, hè. Maar hij is ook een enorm koersfan. En hij maakt van die tekeningen op Strava. Heb je het al gevolgd? Nee, ik zit niet op Strava. Nee, ik ja, moet eens kijken op Geert zijn Instagram. Daar maakt hij hele mooie tekeningen op Strava. Hij is wereldberoemd in Vlaanderen daarmee. Ik verveel me ook ja, momenteel. Dus ik ga wel fietsen, maar ja, ik maak er dan tekeningetjes van. Dat is ook tof. Dat is goed gevonden. Gat in de markt. Ja. Het is begonnen met een hartje, zeker? Hè? Ja, met een hartje voor de zorg. En ondertussen, ja, aprilvis, de veealspul van Mark van Ranst. Een beetje dingen om ons bezig te houden. Vooral veel kilometers gefietst, ja. Ik snap Jan, eens ik stop als met voetballen ben ik ook beginnen fietsen. En ik moet echt zeggen, het is een microbe. Dus die kilo's zijn er ook bij mij. Ik bedoel, ik zal nooit geen 70 kilo wegen. Dus wat klimmen betreft is dat altijd harken. Maar langs een dijk fietsen, de grote molen op, dan kan ik toch wel wat Dat groot verzet gaat nog. Maar ja, vanaf als er op Zwift toe dan zo'n bergje aankomt, dan zie ik die mannen langs vliegen. En, nee, echt niet. Gaan jullie trouwens ook naar dezelfde kapper?
Nee, dit is echt hoe dat ze noemen, een quarantainekapsel. Ik, het was eigenlijk al de eerste dag, hè, want dat we thuis waren. En het was, mijn haar was te lang. Ik ben heel serieus met die regels ook. Dus sowieso geen kapper of niemand laten langskomen. En ze kunnen dat wel een beetje bijknippen, maar ik dacht van, voert alles eraf. We zitten nu toch nog een paar weken, inmiddels al over een maand. En het was een goede keus, want dat is verre het gemakkelijkste in deze tijd. Ja, net hetzelfde verhaal bij mij. Ik dacht ook van, ja, het gaat nog minstens 3 weken duren. Ik kan beginnen knippen hier en daar, maar de dochter heeft de tondeuze gepakt. En tuurlijk. Dit is het geworden. Ja, Mourinho had er blijkbaar ook al commentaar op, hè, op je kapsel. Ja, ik heb juist gezien op Instagram. Ja, er wordt over gelachen. Ik heb altijd al voor zoveel jaren een soort van zelfde kapsel. En om dan dit ineens te zien, dat heeft veel mensen doen schrikken, denk ik. Maar het is een echt quarantainekapsel. Het is de enige optie, denk ik, voor veel mensen op dit moment. Bij ons in de ploeg zijn er zelf gasten die ondertussen met een haarband trainen. En dat is nog erger als deze. Dan echt niet. Heb je nog wat contact met Mourinho, met je trainer? Ja, dat is iemand die heel veel contact, eigenlijk heel veel persoonlijk contact heeft met zijn spelers. Via FaceTime, WhatsApp. Hij doet dat bij mij, maar ik veronderstel bij heel veel jongens. En dat is toch tof. Ik denk dat daar staat hij ook onbekend eigenlijk al, hè, dat hij heel dicht bij zijn spelers staat. En heeft hij van in het begin, was hij in de kleedkamer bij ons altijd aan het praten en een soort van band aan het creëren en dat heeft hij nu verder gezet. Ja, hij was al eens betrapt blijkbaar met 3 spelers in het park gaan trainen, zoiets. Ja, heel veel jongens die wonen rond het trainingscomplex. Ik woon in de stad, dus hier zal hij niet snel komen. Hier wonen ook 2-3 spelers bij mij in de buurt. Maar wat ik zei, die jongens hebben misschien geen andere keuze, dat snap ik ook wel. Maar, nee, want nu blijkbaar Aurier en wie was het nog? Sissoko, die waren opnieuw betrapt. Maar ze hebben geen andere betrapt, he, want ze had het zelf op internet gezet. Dus, en daar dat betrapt, op een of andere manier. Ja, maar ja, nee. Maar dat gebeurt wel eens met Aurier, dat hij dingen post en daar later spijt van heeft. Ja, dat is een heel extraverte jongen. Super, super toffe kerel. Ik kan heel goed met hem overweg. Maar ja, heel extravert en dat maakt wel eens foutjes. Ja. Hoe fit ben je eigenlijk, Jan? Ik voel me supergoed eigenlijk. Ik train 6 van de 7 dagen, toch 1,5 tot 2 uur per dag. En ik voel me supergoed. Ja? Hoe lang heb je nodig om weer een wedstrijd te kunnen spelen? Ja, ik heb na het WK, 4 dagen... WK, wat was dat? Ja, vorig jaar, na het WK in Rusland. 3 weken vakantie gehad en 4 dagen getraind. En ik scoorde tegen Newcastle. Dus ik denk dat de officiële regels nu wel... Ik denk dat ze 2 weken zullen nemen en dat er dan wat geplaagd wordt en dat misschien iets langer is. Maar ik denk als iedereen zijn werk serieus neemt thuis en dan 2 goede weken, dan zou het mogelijk moeten zijn, denk ik. Maar ik ben geen prof. Hè. Dus, Maar je hebt wel de ervaring natuurlijk. Je bent al wat ouder, dus je weet hoe dat je moet soigneren en om klaar te raken. Ja, ik weet dat zeker. Want ik denk wat ik al zei, ik denk dat heel veel jongens bij ons in de ploeg dat ook doen. En met die... Het feit dat wij via internet toch met elkaar contact hebben, dat wij met GPS werken, hartslagmeters. Ik denk dat ze dan wel iedereen op een bepaald niveau terugkrijgen ook. En dan maakt natuurlijk de trainingsperiode alleen maar korter, denk ik. Nou, je begint er zelf over contract. Hoe zit het daarmee? Rustig. eerlijk gezegd, er was... Tuurlijk, hè, is vanaf eigenlijk januari dan zogezegd kunnen overal terecht. En er was in Tottenham was er nog altijd en er was echt interesse van clubs die dat ik heel serieus nam en die dat mij ook heel serieus nam, waar ik heel blij mee was. En toen kwam de midden maart eigenlijk de lockdown in Spanje en in Italië. En met die lockdown is gewoon heel veel onzekerheid gekomen op de financiële markten, ook de transfermarkten. Ja. En gek genoeg heeft dat alleen maar positief gewerkt. Want voor de interesse dan, omdat ik ben natuurlijk gratis en heel veel clubs hebben geen geld voor transfers te doen. En dus op dat gebied is er eigenlijk alleen maar meer interesse gekomen, maar ik wacht gewoon nog even af. En
Ik wil echt voor de juiste club, dat kan ook Tottenham zijn, maar ik wil bij de juiste club tekenen die nog heel veel ambitie hebben, want die heb ik ook nog. Ik wil nog echt een paar jaar op een goed niveau doorgaan. En als de club komt die mij past, best qua ambities en competitie en natuurlijk contract duur, dan zal ik daar tekenen. Ja. Wacht je ook om te zien welke ploegen Europees gaan spelen? Ja, dat is wat ik ook zeg met de ambitie. Ik wil heel graag nog, liefst natuurlijk Champions League, maar ik wil heel graag in Europa actief blijven. Omdat de nationale ploeg voor mij ook super belangrijk is. En ik wil gewoon op een zo goed mogelijk niveau actief blijven. En die onzekerheid. Ik denk dat clubs er zelf ook nog op wachten. Het is niet dat ik morgen ergens kan tekenen of zo, want die clubs die wachten ook af op het oordeel van de bond. Maar ik wil liefst nog in Europa blijven spelen, zeker weten. Ja. Ja, het sportieve is belangrijk, geef je aan. Ik las ook een artikel vandaag met Thomas Vermaelen, die in Japan zit. Ja, die heeft het dan over jezelf ontwikkelen als mens. Speelt dat ook straks mee in de keuze die je gaat maken? Ja, absoluut. Ik wil heel graag nog een nieuwe taal leren voordat de carrière klaar is. Kijk, Tottenham is een optie, laten we dat duidelijk stellen. Maar ik moet ook verder kijken nu natuurlijk. En ik heb een lijstje van mezelf gemaakt met prioriteiten. En dat zijn 5, 6 dingen. Inderdaad, jezelf ontwikkelen, een nieuwe taal leren, Europees voetbal spelen. Familie moet het goed hebben, ik wil in een mooie stad wonen. Ja. Dat zijn allemaal dingen. En het een staat wel hoger dan het andere. Contract duur is één ding. En dan heb ik ook nog het geld. Maar dat komt sowieso niet op de... Dat is bij mij nooit geweest op de eerste plaats. Maar dat zijn allemaal dingen die je op je lijstje hebt staan. En dan zal er hopelijk een goede keuze uit verder vloeien. Wat zou je het liefst leren, Spaans of Italiaans? Ik had dezelfde vraag, ja. die talen liggen dicht bij elkaar. Hè. Dus, je kunt altijd springen van het een naar het ander. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Nee, maar die twee competities die lijken reëel, ja. Nou, blijkbaar is er ook interesse uit het zuiden, zullen we maar zeggen. Hè? En van grote clubs ook. Ja, dat is wat ik zeg. Het is echt... Het heeft alleen maar de financiële onzekerheid heeft in die zin alleen maar positief gewerkt voor die interesse. En dat is niet iets waar ik per se trots op moet zijn of zo, maar het is wel de situatie die er nu naar is. En Dries Mertens dan zit in dezelfde situatie, Thomas Meunier. Dus weet je, er zijn nog een aantal gasten en die zullen er waarschijnlijk van profiteren. Mm-hmm. Jan, is het dan een voordeel of een nadeel dat het EK nu niet doorgaat wat die transfer betreft, of maakt dat niet uit? Ik wou altijd echt per se voor het EK ergens tekenen. Mm-hmm. Dat was echt, ik heb dat tegen mijn manager gezegd van, je wilt niet zonder contract het EK ingaan en dan, nee, in die zin. Op die manier heb ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het EK, ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik erbij ben en dat ik de EK ga spelen. Ik had niet het gevoel dat ik me op dat EK er moest gaan bewijzen. Nee. Of zo. Dat niet. Dus ik hoop eigenlijk dat ik dat toch niet te veel nog moet doen, dat bewijs. Ik denk dat clubs mij nu wel kennen en dat ze weten dat ik gewoon fit ben en dat mijn ambitie, denk dat die ook belangrijk is voor clubs, dat zij ook weten dat ik nog een paar jaar op een goed niveau wil verder gaan en dat ik dat ook nog kan. Ja, Nederlands is een taal die je al kent, hè? Ja, niet kennen. Er is een vraag van een kijker binnen Sibel Lijs die zegt, ga je ook terugkeren naar Ajax? Net zoals Tottenham zal Ajax ook altijd een optie zijn. Maar dat is nu nog te vroeg. Nee, niet per se, maar zeker niet het niveau waar Ajax nu naar op zoek is. Kijk, ik denk dat in de fase waar ik toen bij Ajax zat, en zeker in die jaren daar nog voor, toen ik juist kwam kijken, dat het daar nog te vroeg voor was geweest. Maar Ajax heeft zo'n stappen gezet, zowel het op het sportieve als ook het financiële uiteindelijk. Dat de Ajax altijd een optie zal zijn voor mij. In welke fase van mijn carrière dan ook. Maar ik denk dat ze met Daley Blind in die positie een heel goede speler hebben. Dus Ajax is ook iemand of een club die kijkt naar door
laten vloeien van jeugdspelers. En ik denk, ja, als je er dan twee hebt, dan blokte dat toch ook wel een stuk af. Dus ja, Ajax zal altijd een optie zijn. Ja. Je contract loopt nu tot eind juni. Ja, correct. Is het een optie, stel dat de Premier League toch nog over eind juni loopt, om dan nog een paar weken langer te blijven dan bij Tottenham? Ja. Of gaat dat? Heb je daar al over gesproken? Nee, een optie. Ik denk dat die keuze helemaal niet bij de spelers zal liggen. Ik denk dat, ofwel de FIFA, ofwel de FA, dat zal bepalen. Ik denk waarschijnlijk dat zelfs van de FIFA zal komen. Dat die gewoon een algemene regel erin gaan gooien. En dat is voor mij ook echt afwachten. Ik weet helemaal niet wat ze daarmee willen gaan doen. Ja, als de competitie in juni begint, zal die niet in juni afgelopen zijn. En dan zal het heel raar zijn voor jongens. Die bij elke club hebben er 3 of 4 rondlopen uiteindelijk. Ja, dat gaat bizar zijn, hè? Want dan gaan jongens nog misschien bij juli of in juli en augustus nog bij een oude club spelen. En dan misschien pas in september, na de finale van de Champions League, dan pas naar een nieuwe club verhuizen. Zit er ook in dit jaar. Ja, maar alles is mogelijk. Wie zegt dat de finale van de Champions League gespeeld geworden in augustus? Ja, niks is zeker. Die kan sowieso niet voor zonder publiek gespeeld worden, denk ik. Mm-hmm. Zoveel onzekerheid nog. Alles zal afhangen van de gezondheid en zal daarop gebaseerd worden. En, ik kan nu wel dingen beginnen roepen, maar ik denk dat de bazen van de FIFA het ook nog niet weten. Dus, Je wordt 33, hè, deze week? Ja, overmorgen. Feestje. Beperkt feestje, hè. Maar sowieso eigenlijk in die 8 jaar dat ik hier zit, kan ik me niet herinneren dat ik... Oké, altijd wel uit eten geweest of zo, maar we hebben nooit veel volk over de vloer gehad met mijn verjaardag. Dus veel veranderd bij mij sowieso niet. Ja, iets Italiaans of iets Spaans laten komen, hè? Ja, pizza kunnen of zo. Ja. Paella, paella. Je zal volgend jaar dan 34 zijn, Jan, tijdens het Europees kampioenschap. Ja. Ja, die vragen heb je waarschijnlijk ook al een paar keer gekregen. Maar is dat dan een nadeel dat je weer een jaar ouder bent? Of ben je die vraag beu dat mag en dat mag je niet zeggen? Nee. Ik snap dat je die vraag stelt uiteindelijk, zeker met oog op de nationale ploeg. En dat de verdedigers er 4 jongens zijn uiteindelijk. Die, het is een axioma dat hoe ouder je wordt niet sneller, hè? Nee. Dat kunnen we niet ontkennen. Ik was naar voorbeelden aan het zoeken, maar ik vond ze niet direct. Maar kijk, ik kan niet anders zeggen dat ik mij supergoed voel. En dat ik ervan uitga dat ik volgend jaar ook nog mij supergoed ga voelen. En we hebben, je zei het al, ik denk dat op centraal verdedigers of op keepers uiteindelijk, en centraal verdedigers de leeftijd het minste invloed heeft als buitenspeler of middenvelder. Of zelfs back, want ik heb nu een aantal keer als linksachter gespeeld. Ik denk dat daar het toch wat anders is. Maar ik voel mij goed en ik zorg er wel voor dat ik me volgend jaar ook nog goed voel. Ja. Welke ambitie moeten we hebben volgend jaar op dat EK na een allicht enorm zwaar seizoen? Want het schema circuleert al voor volgend seizoen. Dat gaat nog zwaarder zijn dan anders. Dus dat gaat ook een invloed hebben. Vooral ook omdat de speeltijd, het zal allemaal in 1 of 2 maanden minder moeten. En dan misschien dat ze de Europese competities wel zullen aanpassen in die zin. Maar de ambitie voor ons blijft hetzelfde uiteindelijk, omdat het voor iedereen zo is. En Belgen zijn altijd heel bescheiden. Maar als je echt bij de teamgenoten gaat luisteren, of mensen op straat, maar vooral bij teamgenoten, dan weet je toch hoe serieus dat ze België pakken, helemaal na het WK. En dan moeten we heel ambitieus zijn, denk ik. En kijk, de verdedigers die zijn over de 30. Maar oké, ja, de middenvelders zitten ook 7, 8, 29. Dus het is tijd om er iets moois van te maken, denk ik. Ja, want jij bent wel zo'n speler, Jan, van wie dat groot toernooi misschien echt wel het laatste toernooi wordt op je top, eigenlijk. Hè? Ja, ik hoop niet dat mijn laatste toernooi wordt, maar... Maar de kans, tuurlijk, dat is gewoon zo. Maar ik zie het niet per se als de laatste kans, maar wel als de, misschien de beste kans. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel jongens zo denken. En ook niet alleen de spelers. Ja. Roberto Martinez die gaf in een interview aan de BBC nog aan dat hij grote hoop heeft
dat er toch nog gevoetbald wordt, want anders voorspelt hij financiële drama's in de grote competities. Hmm. Interview heeft hij vandaag gegeven. Kan je wat volgen? Ja, dat is wat ik ook zei. Weet je, ze zullen er alles aan doen om die competities af te laten werken. En dan maakt dat niet uit of dat de spelers 5, 6, 7 weken in quarantaine zullen moeten. Ze zullen er alles aan doen en de tv-contracten bepalen. En dat is wat ik zei, money talks. Dus we zullen allemaal de weg van het geld moeten volgen. Dus ook wat Toby zei, uiteindelijk heb je als speler 0,0 inbreng. Hè. Je moet gewoon uitvoeren wat gevraagd zal worden. Tot eind juni. Hè. Dan zijn de contracten verlekt worden natuurlijk. Ja, nee, dat is zo. Hè. Wij hebben daarin niks te vertellen. We krijgen een berichtje op de telefoon en wij moeten springen. Hè. Zo gaat het. Er is nog een vraag binnenkomen van een zeer aandachtig kijker. Zijn naam is Floris Geert. Zij zegt, word jij over enkele jaren de topanalist in België als je stopt met voetballen? Topanalist, ja, ik weet niet. Moet ik even in de leer gaan bij Geert de Vlieger, denk ik. De plaatjes zijn duur. Ja, de plaatjes zijn duur. Nee, ik praat heel graag over voetbal en veel. Ik denk dat een serieuzere job is dan... als ik dat zo zie bij Geert althans, dan veel mensen. Het is niet alleen een beetje zitten en over voetbal praten. Ik moet heel veel, onderzoek doen en veel wedstrijden zien. En ik denk dat er heel veel bij komt kijken. Dus ik moet dat gewoon zelf zien. Ik hou alle opties open. Ik ben mij heel veel bezig nu, zeker op deze moment ook. En voetbal zal altijd een rode draad zijn. En ik wil er ook wel in betrokken blijven. Ja, weet je hoe wij Geert noemen op de redactie bij ons? Nee, geen idee. Kerry Lineker noemen wij hem. Okay. Hij is de Kerry Lineker van de redactie. Dat is een compliment, hè? Ja, dat moet je zeker als een compliment. Ja, absoluut. Denk ik wel. Dat is ook wat ik zeg. Weet je, die, als je in Engeland, als je kijkt wat die gasten er allemaal voor tijd en moeite in stoppen. Ik heb samengespeeld met Jermaine Genius. Die doen heel veel werk voor BT en de Engelse voetbaltelevisie. Ja. Onder andere Match of the Day ook. Ja, dat is gewoon... Ja, dat is, het is een vak, hè, Jan? Dat is een vak, echt. Het is een fulltime job en niet een beetje over voetbal lullen uiteindelijk. Nee, dus respect, hè, mannen. Ja, maar je bent goed bezig. Jan, ik heb ook nog een vraag. Heb je in de lockdown tijd gehad om naar Blind Getrouwd te kijken? Jazeker. Ja? Jazeker, ja. Blind Getrouwd. Ik loop wel 1 of 2 afleveringen achter. Het is geen spoiler, Geert. Nee, ja. Ik vind dat ze in de gazetten al te veel spoilers geven, eerlijk gezegd. Dus ik zie af en toe wel eens iets passeren, maar het blijft gewoon... Ja, Blind Getrouwd heb ik gekeken. Waarom vraag je dat, Geert? We hebben ooit met... Vorig jaar. Met Hoogvliegers een aflevering opgenomen met Jan. En daar bleek de grote liefde voor Hoogvliegers door de Tottenham-spelers voor Blind Getrouwd. Ja. Ja, maar dat was ook... Moussa zat toen... ik weet niet of Moussa er nog eens, maar Toby. En er waren een paar jongens die er naar keken. Dan is het altijd plezant om erover te praten. Hè. Nu is dat natuurlijk niet zo. Dus, Blind Getrouwd. En dan zijn er nog een paar Netflix-series waar we dan naar kijken. Dus we moeten een beetje afvragen. Welke t-shirt heb je aan? Ik zag het even passeren. Dat is toevallig. Laat eens zien. Toevallig. Ja, ik heb nog niet gekeken van Michael Jordan. Ja, maar dat is puur toevallig. Ik moest er zelfs nog... Ik heb gisteren aflevering 1 bekeken van The Last Dance. Nee, ik kijk nu even Tiger King. Dus dat is... ook de moeite. Ik kan het niet uitleggen. Dus de sots wat ik ooit heb gekeken. En ik moet het afkijken. Dus echt, dat is niet normaal. We gaan het hier stilaan bij laten. Dankjewel voor je tijd, Jan. Ja. En dankjewel, Geert. Nog goed slapen fietsen, zou ik zeggen. En jij, Jan... fijn fietsen op Zwift. En we zijn benieuwd waar je gaat voetballen. Hè? Eerst of er nog voetbald gaat worden in juni. Nee. En waar je dan naartoe trekt. We zien het allemaal. Nee. Dankjewel om erbij te zijn. Ik verwijs nog even naar onze aflevering van morgen. Dan is er weer een PlaySports Scott. Ja, man, dan gaan we praten over KV Oostende. Met Martijn Heijlen, Brecht Capon en Birger Verstraeten. Die is er ook bij. Dank om te kijken vanavond. Tot de volgende. Dag. Dag.